Welkom bij het stuur van de Bollenstreek. We nemen de afslag Hillegom. Dat doen we met Annemieke van Dijk namens de PvdA en Frank Evers namens BBH. En we blikken terug op de raadsvergadering. Dat was niet zo'n gezellige raadsvergadering. Dat begon niet zo heel gezellig, nee. We eindigden wel unaniem. Okay. Dus dat is dan wel weer leuk. Dat is dat dan wel goed richting de zomer. Er was een motie van afkeuring, dat gebeurt niet vaak in het Hillegomse. Nee. Een motie van afkeuring ingediend door GroenLinks en Bloeiend Hillegom, gericht op het ontbreken van een evaluatie van een verkeers- en vervoersplan. Ja. Toen u die motie onder ogen kreeg, wat dacht u toen? Ik dacht, ik snap hun punt. Maar we vinden een motie van afkeuring veel te ver gaan voor wat er hier is gebeurd. Want? Waarom gaat het te ver? Wij vinden een motie van afkeuring, dat is echt een heel sterk middel. Dan zit je bijna tegen, wat ons gevoel betreft in ieder geval, bijna tegen een soort van laatste waarschuwing voor de wethouder. En als je het nog een keertje zo grondig iets verprutst, zeg maar, dan moeten we toch gaan nadenken over een andere toekomst. En dat vonden we hier niet aan de orde. Had de wethouder een oorvijg verdiend of niet? Nee, absoluut niet. Het is zo dat er middels tussen evaluaties diverse keren de raad geïnformeerd is over allerlei zaken. Natuurlijk was het beter geweest als die evaluatie er wel was geweest. Maar we zijn op dit moment met een ambtelijke fusie bezig. Er is heel veel druk op de organisatie. Zo'n evaluatie kost je een man een maand ongeveer. Die tijd die was er gewoon niet. Er is toegezegd dat er op een later moment wel een evaluatie komt. Dus als je op dat moment, als je dan nu met een motie van afkeuring komt, nee, dat ging mij werkelijk veel te ver. Ik was er ook echt wel een beetje boos over. Ja, niet de enige, denk ik. Nee, je hebt de inhoudelijke kant, zeg maar, ja. Het ontbreken van die evaluatie. Nou, het is denk ik niet zozeer het ontbreken van die evaluatie als wel dat er met de raad een afspraak lag dat die evaluatie tussen evaluatie zou komen. En wat wij netjes hadden gevonden was als het college was gekomen van met het verhaal van Frank, zeg maar, het lukt niet. We zitten daar in de knoei. Raad, hoe willen jullie je prioriteiten stellen? Willen jullie toch die evaluatie? Dan moeten we dit en dat laten liggen. Of kies je er dan voor om die evaluatie niet te doen? En die keuze heeft het college gemaakt, waarmee ze naar ons inzien wel een stukje van de raad over hebben genomen. En daarnaast heb je de evaluatie zelf, waar je natuurlijk op wil sturen. En dat kan dan ook niet. Dus daar zitten inhoudelijk twee punten aan. Nou ja, dat is de inhoudelijke kant. Maar dan, ja, je wordt er ook niet vrolijk van natuurlijk, je zet de boel op scherp. En ja. Bijvoorbeeld de burgemeester, nou dat waren bewoordingen die waren heel duidelijk. Ja, die was absoluut not amused. Nee. Kijk, het is natuurlijk niet alleen richting een wethouder, het is natuurlijk in feite richting een heel college wat je op dat moment doet. Hè. En er worden gewoon hele goede dingen gedaan, we maken goede stappen in Hillegom. En dan op zo'n punt, hè, en natuurlijk, er was wel iets niet in orde, daar ben ik het wel mee eens. Maar dan op zo'n punt. Ja, het was echt wat mevrouw Ringelberg ook zei, met een kanon op een mug schieten. In mijn optiek ging het helemaal nergens over. En er is natuurlijk geen evaluatie gemaakt, maar er is wel een tussenrapportage is er gemaakt. Het is weliswaar een wat mindere versie van de evaluatie, maar en ook middels allerlei andere reportages is er best wel geïnformeerd. Het is niet zo dat er niet geïnformeerd is, dat is helemaal niet aan de orde. Dus wat dat betreft, ik zit mij genoeg boos te maken. Nee, maar dat was een schorsing. Ja. Dus meestal bij een schorsing, als je zo'n voorstel intient, dan ga je even bespreken van zetten we hem door of zetten we hem niet door. Mm-hmm. Iedereen was een beetje van de leger, die zei het is een te zwaar wapen, werd zelfs het woord gebruikt door de burgemeester. Ja. Het woord wapen gebruikte hij. Maar in die schorsing, bent u dan nog bij het overleg van Bloeiend Hillegom en GroenLinks geweest over mogelijk intrekken? Of bemoeien andere partijen zich daar dan nog mee tijdens zo'n schorsing? Want die gaan dat kan wel. Gaan overleggen, maar is dat gebeurd? Ik heb me daar niet bij aangesloten, nee. Niet. Nee, ons standpunt was helder. Dus, ja. Oké, maar ook niet geprobeerd om te zeggen van jongens, kappen nou intrekken? Nee. Nee, ook niet? Nee. Nee, de ervaring leert dat over het algemeen aanverrechts werkt. Dus ik had er ook helemaal geen behoefte aan om met ze erover te praten. Gewoon wegstemmen en verder gaan met de... Beetje klaar mee? Dag. Ja, ik was klaar mee. En de burgemeester ook, geloof ik, hè? Ja, en iedereen. Maar is het dan na afloop van de raadsvergadering, dat is toch een beetje een stemming van we gaan met vakantie, is het dan, ik haal even geen suderans van GroenLinks of zo, of valt het mee na afloop van zo'n raadsvergadering? Ja, wat mij betreft niet. Ik heb daar verder helemaal geen problemen mee. Nee. Wij hebben gewoon een ander standpunt ingenomen. Klaar. Oké, maar het was niet... Ik ben geen bolletje gaan voor ze, absoluut niet. Nee, dat... misschien ben ik te rancuneus, maar ik moet dat dan even laten, moet even zakken bij me. Normaal gesproken, na raadsvergadering heb ik dat niet, maar in dit geval ook echt zoiets van, ik hoef jullie nu even niet te spreken, alle twee niet. Duidelijk. Nou, werd weggestemd, massaal weggestemd, ja, alleen de indieners die stemden voor.
En iedereen zei, het is een te zwaar wapen. Het ging weer eens een keer over de N208. Nou, daar wordt de politiek nog een beetje zwetend van wakker natuurlijk als het over de N208 gaat. Want als een weg met een verleden, dan liep het flink uit de hand wat betreft de begroting. Miljoenen wethouder opgestapt. Nu gaat het over het laatste eindje, eigenlijk richting Bennebroek. Ja. U wilde daar geasfalteerde fietspaden. Nou, u bent zelf een fietser, weet ik toevallig. Was dat de reden? U heeft slechte ervaring met tegenhande fietspaden? Nee, al kan ik zeggen dat ik 6 jaar op en neer naar Haarlem ben gefietst in mijn middelbare schooltijd. En dat het toen al een soort van stuiterpad was. Nu, als ik er af en toe nog eens overheen fiets, is het niet veel beter. Inmiddels weten we gewoon dat het heel goed mogelijk is om fietspaden te asfalteren. En blijkt ook uit waarderingsonderzoeken, wat ook logisch is, dat het gewoon veel fijner is. Een 8 voor een geasfalteerd fietspad en een 6 plus voor betegeld. Ja, dan wil je gewoon graag dat geasfalteerde fietspad. En dat hadden we ook met elkaar afgesproken, dat we dat daar zouden gaan maken. Ja, wat gaan die doen? Dat vind ik iets te kort door de bocht, maar niet zo snel als wij graag zouden willen. Nee. We hadden een motie gemaakt, die hadden we ook al aangekondigd. En tot mijn verrassing had de wethouder de motie al uitgevoerd voordat die werd ingediend. Dus hij had al gekeken van, goh, wat zou dat nou kosten als we het wel doen? Dat was een mooie verrassing, moet ik zeggen. En wat kostte? Ja, best veel centjes. Ja, 2,5 ton volgens mij om het te asfalteren. En dan komt er nog eens zo'nzelfde bedrag ongeveer bij, of zelfs iets meer, om de kabels en leidingen te verleggen. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje een probleem. Ja, ja. Dus toen wilde u het niet meer, toen wilde u bedragen horen? Nee hoor, wij willen dat nog steeds. Alleen, we willen even kijken of dat op een slimmere manier te regelen is. Door logistiek beter af te stemmen met de bekabelaars, zodat je daar wat op kosten kan besparen. Okay. Dus dat, daar gaan we nog even over nadenken of dat op deze manier voldoende is afgesproken. Of dat we dat nog een beetje kracht bij willen zetten. Ja. Want het is natuurlijk zo dat, ja, dat die weg gewoon qua kosten gierend uit de hand is gelopen. En eigenlijk is dat wat er nu ook weer gebeurt. Want we hebben nu het volledige bedrag dat al opgehoogd is van 12 naar 17 miljoen eigenlijk gewoon toegezegd besteed. Maar we houden nog steeds een weg die voor een paar kilometer niet is afgemaakt daarmee. Dus, ja. U zit daar nog met de gebakken peren van het verleden? Deels met de gebakken peren van het verleden en deels denk ik met een toch niet kloppende kostenraming ook voor dit deel. Want daar was 4 miljoen ongeveer voor geschat. En nu blijkt dat we voor 4 miljoen een stukje kunnen doen en de rest moeten opknappen. Maar dat dus is niet helemaal broek, goed. Dus dat maakt toch niet uit. Nou, het is best een aardig stukje en het hoort toch eigenlijk wel helemaal bij ons dorp. Okay, ja, nee, dat vinden wij wel heel erg zonde dat dat nu moet blijven liggen. Hoewel we de overweging snappen en daarom het voorstel ook hebben gesteund, knaagt het wel. Okay. Ja. Uw vrienden van Bloeiend Hillegom die willen graag een kruispunt in plaats van de rotonde bij de Weerslaan en de Pastoorslaan. Waarom willen ze dat eigenlijk? Ja, het is een beetje raar om het nu te vragen, maar ze zitten even niet aan tafel. Nee, ik snap het. Ja, volgens Bloeiend Hillegom schijnt het veiliger te zijn. Ik heb er mijn ernstige twijfels over. Het is ook milieutechnisch is het veel minder interessant, want je zit met continu optrekkend verkeer. Voor de omwonenden is dat niet prettig. En het is natuurlijk veel prettiger als je gewoon een continue doorstroom hebt. Dat er geen wagen staan te wachten en continu op staan te trekken. Dus waar ze wel een punt hebben is dat je bij een bepaald aantal verkeersbewegingen dat een rotonde niet meer werkt, dat je beter de VRI neer kan zetten. Maar dat aantal verkeersbewegingen, daar zitten we zeker nog niet aan. Dus dat is het is gewoon niet aan de orde en niet nodig. Maar ook de klachten over dat het mogelijk te smal is voor het vrachtwagenverkeer? Ja, daar hebben diverse experts naar gekeken. Ik ben geen expert op verkeersgebied. Bloeiend Hillegom is ook geen expert op verkeersgebied en op rotondes. Wij moeten ons daarin laten informeren door de experts en dat hebben we laten doen. En we gaan ervan uit dat we goede adviezen gekregen hebben. En wat gaat er dan nu gebeuren? U heeft het nu besproken. Gaat het nu in gang gezet worden of is dit pas het begin van de planmakerij? Wat mij betreft wordt het gewoon in gang gezet. Dan gaan we nu verder kijken naar hoe het verder afgerond kan gaan worden. En wat is dan de planning? Oeh, die weet ik niet precies.
Nee, dat is ook een vraag natuurlijk. U bespreken het, maar natuurlijk in het voortraject. Ja. Oké, maar er is wel een stap genomen nu. Ja, er is een stap genomen. Het college gaat er gewoon door. En ik verwacht wel dat het er ergens in de loop van het volgende jaar eens een keer aanbesteed gaat worden. Dat lijkt me wel. Ja, en wat een bedrag, hè? 17 miljoen. Je zegt het heel snel, maar het zijn toch heel veel nullen. Dat is zo, maar het is wel een hele mooie weg geworden. Ja, en dat is ja. Nee, het was niet waar. Niet maar het is nog niet helemaal, nee. Oké, okay, we hebben daar gelijk. Nee. Ja. We zijn er bijna, maar dan... En wat scheelt het dan voor Hillegom? Wat is dan het belang van Hillegom dat er nu een hele mooie N208 ligt? Nou, het belang is dat er ook een hele veilige N208 ligt. Dat is belangrijk. En het was natuurlijk, ja, het zag er gewoon niet uit, laten we eerlijk zijn. Het was houtje touwtje. Ja, het was houtje touwtje om elkaar geplakt en alles. En totaal geen lijn in. En nu zit er gewoon één mooie lijn in. Het is gewoon een mooie weg, mooie rotondes. Zorgeloos groen wat er aangelegd is. Dat, je ziet nu al, volgend jaar komt het tot volle wasdom, maar je ziet nu eigenlijk al dat het groen langs de wegen, dat het gewoon verschrikkelijk mooi gaat. En wat is dat zorgeloos groen? Geen omkijken aan? Ja. Okay. Zorgeloos groen. Het groeit helemaal dicht en als het goed is, heb je er weinig omkijken naar. Dat heb ik voor mijn eigen tuin ook nodig dan. Dat klinkt goed, zorgeloos groen. Ja. Nou, er is in ieder geval een klap opgegeven, dus je kunt nu verder met de N208. We hebben het ook nog even over duurzaamheid gehad in de raadsvergadering. Althans, u, ik niet, maar u wel. Er was een motie van D66 om het gemeentehuis klimaatneutraal te maken. Leg ik het zo goed uit? Nou, dat ging wel wat verder dan het gemeentehuis. Het gaat eigenlijk over de hele gemeente. Okay. Dus dat, ja. Ook dat het gemeentehuis het goede voorbeeld moest geven? Of, De gemeente moet het goede voorbeeld geven, ja. Maar het is aangenomen na wijzigingen. Wat heeft u aangenomen nu? Dat we het goed gaan aanpakken. Ja, maar het kost altijd geld. Ja, nee, kijk, wij denken, er zal een voorstel komen. Er is gevraagd van, neem het op in het komend beleid. En dan zal inzichtelijk worden wat het kost als we als gemeente klimaatneutraal gaan werken. Oké, dus D66 heeft punten gescoord op het gebied van duurzaamheid. Dat gaat nu echt gebeuren. Althans, die plannenmakerij. Ja, alleen, absoluut. Als het prijskaartje bekend is, dan vallen pas de echte beslissingen. Nou, dan valt de vervolgbeslissing. Wij hebben nu als raad unaniem, dat was die mooie unaniem afsluiter in ieder geval, gezegd dat wij het belangrijk vinden om het klimaat gewoon bovenaan te stellen. En daar ook een voorbeeld in willen zijn. Maar ja, nu is het wel afwachten wat het prijskaartje is. En dan zou een volgende vergadering gezegd kunnen worden. Hè, misschien moeten we het toch een beetje bijstellen, want de portemonnee trekt het niet. Maar goed, dat weten we helemaal nog niet. En als dit niet was aangenomen, dan hadden we het sowieso niet geweten. Dat zou zonde zijn. En dat wordt nu uitgezocht. Dat wordt niet sluit ook aan bij de internationale afspraken die er gemaakt zijn natuurlijk. Voor 2050 en 2030 geloof ik. Dus, ja. Okay. Nou ja, duurzaam is met de trein gaan. Maar dat valt niet mee als je met de auto de trein wil pakken in Hillegom. Want u heeft over het parkeerbeleid gesproken. Maar is er nou wel of geen probleem bij het station in Hillegom? Want het was een beetje een mistige discussie als ik het zo mag omschrijven. Ja, er is... Ja, het is ook een mistig gebeuren, denk ik. Als je meer parkeerplaatsen maakt, dan gaan er meer auto's, die gaan er naartoe. Als er minder parkeerplaatsen zijn, gaan er waarschijnlijk meer mensen op de fiets. Het is een beetje een mistige discussie, zoals ik al aangeef. Het parkeert, vooral bij slecht weer, worden de parkeerplaatsen staat altijd vol. Dat is zonder meer een punt. Maar worden dus in de omliggende straten wordt er geparkeerd. Ja, en hoe slechter het weer, hoe verder je af moet parkeren, dat is een gegeven. Ik heb dat zelf ook een paar keer mee mogen maken. En dat is geen lolletje, maar goed, het is zoals het is. En er is op dit moment is er erg weinig ruimte om mogelijkheden. Ze kijken naar de mogelijkheden die er zijn om extra parkeerruimte te maken. Maar het is gewoon ontzettend moeilijk om daar meer parkeerplaatsen te maken. Want daar draait het een beetje om bij de vraag. Ook GroenLinks zat in die discussie. Wat is nou het probleem? En kunnen we dat probleem nu goed in kaart brengen? Maar kent u dat probleem dan nog niet? Het station ligt er al een tijdje. Dus, dat ligt er al een tijdje, ja. Dan weet u toch wel of er een probleem is en hoe groot dat probleem is? Nou, ze wilden vooral weten wat de toekomstige ontwikkeling is, omdat het nu zeg maar op het randje zit. Het parkeertuin staat bijna altijd vol. Zoals gezegd, bij slechter weer komt de druk ook op de omwonenden. Het wordt nu vanuit onderzoek gezegd, nou, het is nog acceptabel. Dus het blijft leefbaar. Maar goed, ja,
volgens mij was het idee van GroenLinks, laten we nou kijken hoe dat zit met, ik neem aan, met ontwikkelingen van treinreizigers, met stromen en zo. Ja. Van, gaan er nog meer mensen daar gebruik van maken? Nou ja, ik neem aan dat je daar best een heel onderzoek naar kan doen van zoveel procent van de treinreizigers bestaat uit die leeftijdscategorie, dus komt met de fiets, want mag geen auto rijden. Ja, ja. Zoveel procent heeft wel een auto en daarvan maakt er zoveel procent er gebruik van. Ik neem aan dat daar best wel wat cijfers over zouden zijn. Dus, maar waarom moet je dat even onderzoeken? Want dan krijg je geen mistige discussies. Heb je tenminste nou ja, cijfers. Ja, dat was ook de insteek inderdaad. Maar als je dan geen ruimte hebt om een parkeerplaats aan te leggen, ja. Waarom onderzoek je het dan? Ja, want dan op het moment dat er een kans komt, ons inziens kan je dan beter op dat moment onderzoeken. Zodat je weet, oké, moet ik daar gebruik van gaan maken? En misschien wel hoeveel, ongeveer. Want anders heb je altijd verouderde cijfers op het moment dat het aan de orde is. Laat niet onverlet dat het gewoon een heel ingewikkeld onderwerp is. Zoals Frank ook zegt, ja, als je meer parkeerplaats maakt, dan het is net als met een weg aanleggen. Dan wordt er gebruik van gemaakt. Ja, dus ja. Ja. Okay. Dus we doen er niks mee even? Op dit moment is er geen ruimte, dus doen we er even niks mee. Ja, en ja. Op het moment dat er ergens in de buurt een ontwikkeling is, dan komt het weer terug. En dan gaan we kijken wat we ermee willen. Als de leefbaarheid en de verkeersveiligheid onder druk komen te staan, dat was de officiële omschrijving, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. Ja. Maar dan kan je ook andere oplossingen zoeken dan een extra parkeerplek aanleggen. Ja. De vrijdag was de dag dat de managers in Hillegom te horen kregen op welke plek ze terechtkomen. En ze krijgen natuurlijk niet allemaal een oude vertrouwde plek. Weet u hoeveel gefrustreerde mensen er in het hele Hillegomse gemeentehuis rondliepen? Ik heb geen idee, ik ben vanochtend niet op gemeentehuis geweest. Maar ja, in dit proces vallen klappen, om het zo maar te zeggen. En ze moesten allemaal opnieuw solliciteren naar hun eigen functie. Maar er zijn er ook natuurlijk die naar andere functies gesolliciteerd hebben. Hoe de verdeling precies is, weet ik niet. Maar dit is eigenlijk het meest vervelende gedeelte van dat hele fusietraject, denk ik. Want hier gaat het om mensen. Ja. Hadden we de ambtenarenfusie Hillegom Teylingen-Lisse. Zou je dan situaties krijgen van, ja, zie je wel, we hebben meer managers uit Teylingen, die hebben die posities weer gekregen? Of zit u daar heel dichtbij? Krijgt u ook overzichtjes of gebeurt dat buiten uw gezichtsveld? Dat gebeurt buiten mijn gezichtsveld. En wat ons betreft is dat ook goed. Het gaat er gewoon om dat de juiste mensen op de juiste plek komen. En het maakt niet uit waar ze vandaan komen. Maar toch was er een vraag tijdens de raadsvergadering. Naar aanleiding van iets wat in Lisse gebeurd is. De afdeling PNO daar. Meer zieken. Moet 2 ton bij. En dat heeft alles te maken met de HLT. Heeft u dat probleem ook in Hillegom? Meer zieken vanwege dat hele fusieverhaal? Volgens de wethouder niet. Nee. Nee. Ja, dat was ook wel dat zat ook wel iets anders in elkaar hoor. Want daar die hadden natuurlijk PNO alles ondergebracht in de samenwerkingsverband met Noordwijk en Noordwijk-Rout. Ja. En dat moest ontvlochten worden en daar was wat druk op. En, dat heeft tot ziekte geleid in Lisse en daar zijn heel veel Teylingen zijn er ingesprongen om te helpen. Nou ja, een mooiere manier van samenwerken is er natuurlijk niet, hè, als je elkaar op kan vullen. Aan de andere kant, die vraag was me eigenlijk ook niet helemaal duidelijk, omdat wij gaan daar gewoon niet over als politiek zijnde. Simpel is het. Het is het PNO die erover gaat. Maar houdt u niet de vinger aan de pols? Want het is natuurlijk wel het. Ja, wij worden geïnformeerd, maar niet op dat niveau. En het is een stukje wat in de krant staat. En het stond er nog geen eens in zijn geheel in wat er werkelijk aan de hand was. Dus ja, ik heb precies. Als je op elk stukje in de krant daar vragen moet gaan stellen en moet gaan reageren, dan. Nee, maar tot nu toe is het natuurlijk van een soort van succesverhaal. Het gaat goed en we zijn ermee bezig en et cetera. Maar uit zo'n berichtje zou je ook kunnen halen. Misschien piept en kraakt het wel. En wat gebeurt er precies achter de schermen? Gaat het wel goed met het proces? Mm-hmm. Maar daar bent u dus als raad totaal niet bij betrokken. Of het wel goed gaat. U ziet ook wij zijn natuurlijk op hoofd. Nee, wij zijn op hoofdlijnen betrokken. Wij gaan over het budget en een stukje over de lijnen die zijn uitgezet. En verder is het een organisatorische kwestie waar wij als raad ook niet over gaan. Dus daar moet je je ook niet te veel in erin willen wringen, denken maar, wij. U wacht van de rapportages af. Ja, tenzij er natuurlijk echt heel zorgwekkende geluiden komen, dan lijkt het goed om aan de bel te gaan trekken. Maar die zijn er op dit moment niet. Daarnaast, het is op zich logisch dat er juist nu, het is een spannende tijd voor mensen. Dus het is logisch dat het nu wat kraakt. En
het is zelfs niet onlogisch dat er iets meer ziekteverzuim zou zijn. Het geeft gewoon veel spanning natuurlijk. Ja. Iedereen heeft de veiligheid van een baan nodig. Ja, duidelijk. Ja. Nou, dit was de laatste vergadering voor het zomerreces. Wat krijgen we nog een beetje spannend najaar in Hillegom? Wat zijn de onderwerpen waar we naar uit moeten kijken? Of gaat het wel goed in Hillegom? Nou, Duinpolderweg natuurlijk, waar straks het een en ander over bekend gaat worden. Ja, daar is ook wat over gezegd. Ja, en voor de rest... Nou, ik heb eigenlijk niet het idee dat er echt spannende dingen te gebeuren zijn. De Duinpolderweg, daar werd een soort tussentijds verslag gedaan door wethouder de Jong. Die in de, moet ik het altijd goed zeggen, die zit in de stuurgroep. Er zijn allemaal zoveel groepen. Ja. Hmm. Maar er is nu al gezegd van gedeputeerde staten laten waarschijnlijk meerdere mogelijkheden onderzoeken in plaats van één mogelijkheid. Ja, de stuurgroep die gaat advies geven aan gedeputeerde staten. Daarvoor zit nog een adviesgroep, die gaat de stuurgroep adviseren. En die stuurgroep gaat weer adviseren naar gedeputeerde staten toe. En daar komen een aantal oplossingsvarianten uit die waarschijnlijk allemaal bemerkt gaan worden als ik de woorden van de wethouder goed begrepen heb. Ja, ja. Dus het wordt niet één weg waarvan ze straks de voorkeur uitspreken en dat gaat allemaal onderzocht worden, maar nee, meerdere mogelijkheden. Er worden meerdere varianten en oplossingsrichtingen worden er bekeken, ja. Ja, maar krijgt dat als een beslag in het najaar? Want zo'n MER-studie zoals het officieel heet, dat gaat wel lang duren, denk ik. Nee, dan wordt er besloten wat bemerkt gaat worden, zeg maar. Oké. Okay. En dan gaat die MER-studie die gaat lopen en dan zullen daar de conclusies uitkomen. Dan kunnen we verder gaan praten. Ja, dus als GS een keuze maakt om iets te onderzoeken waar Hillegom nu blij mee is, dan zou het nog spannend kunnen worden. Nou, dat zullen ze ongetwijfeld doen. Die zullen die stroom ongetwijfeld ook onderzoeken. Dat, ja. Maar wij hebben het volste vertrouwen in dat die niet het oplossende vermogen heeft wat er aan toegedicht wordt. En wij denken zelf ook naar onderzoeken dat er gewoon in diverse richtingen gekeken moet worden. Ja. Met diverse oplossingen, deeloplossingen. De goede oplossing uiteindelijk gevonden gaat worden. Duidelijk. En dan moeten er nog een beetje gekanovaart, dat is heel slecht Nederlands, met de gemeenteraad om de onderlinge verhoudingen weer een beetje geinig te krijgen, een beetje gezellig te krijgen, of schat ik het nu te zwaar in? Wat mij betreft is dat een beetje een zware inschatting. Laten we gewoon lekker in de zon gaan zitten als hij schijnt en dan starten we in september weer fris. Lijkt me prima advies. Bedankt voor de komst. Graag gedaan. Dit was het stuur van de Bollenstreek afslag. Hillegom, bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.